Ik ben Lara Dijkema, professioneel volleybalster en op dit moment actief in Rusland. Tijdens deze mini-vlogserie neem ik jullie mee en geef ik jullie een kijkje in mijn leven. Hoi, ik ben Lara en wat superleuk dat je kijkt naar mijn tweede mini-vlog. Dit is helemaal niet mijn tweede mini-vlog, naar mijn derde mini-vlog. En ik neem jullie mee naar buiten, want het is hier een lockdown in Rusland. Dus blijf kijken. Maar eerst, mijn kleine lieve nichtje Zoe is jarig, dus die gaan we even bellen. Hey! En lang zal ze leven. Hoi lieve Zoe, gefeliciteerd met je verjaardag. Hocus pocus Pilatus, pas vanuit Rusland wou ik dat er nu een cadeautje bij Zoe was. Hé? Het is een ring! Unicorn! Nou, ga ik knuffelen. Dikke knuffel, Zoe! Knuffel, knuffel, knuffel. Kus, kus, kus. Kusje, knuffel, kusje, knuffel, kusje. Ik zo. Net hebben we voor Over de Top, voor de podcast, alles online gezet. En is het nu officieel bekend dat wij een podcast gaan beginnen. Dus als je het nog niet gezien hebt, dit is de post die we online hebben gegooid. En ja, super spannend. Ik ga jullie nu een stukje van hoe het hier buiten eruit ziet. Eerst even mijn afval wegbrengen. Ik ben zo blij met deze jas. Ik heb hem in Nederland al gekocht en toen dacht ik nog, nou wat overdreven, wat dik. Maar hij is hier wel echt heel lekker warm. En eindelijk even normale kleren aan, daar word ik ook zo blij van. Eerst even afval weggooien. Nou, ik woon dus ook in zo'n flat, zoals je hier achter mij ziet. En alle nieuwe gebouwen hier in Rusland is voornamelijk alleen maar hoogbouw. En het is zo grappig, want je hebt hier allemaal van die blokken met alleen maar flats. Die worden hier echt ook uit de grond gestampt, word je bang van. Maar overal hebben ze dus in het midden zo'n speeltuintje. Waar kinderen dus spelen. En dat is overal. En dat is gewoon ook echt een soort van meeting point voor moeders met kindjes en zo natuurlijk. Maar ja, dat is wel echt een groot verschil met Nederland. Dat, ja, dat je hier dus allemaal van die speeltuintjes hebt tussen alle flats in. En dat is dan ook waar de kindjes kunnen spelen en zo. Dus geen tuintjes, maar gewoon binnenplaatsjes. Dan gooi ik hier mijn afval weg. Dat is dan het afvalpunt van de hele community. Ja, dit is wel heftig. In Nederland scheiden we alles heel netjes. Maar hier ja, kun je alles gewoon zo weggooien. Ja, dat is wel bizar, hè? Ander wereldje. Je komt trouwens niet makkelijk op zo'n binnenplaatsje, want alles is helemaal rondom met hekken afgezet tussen die flats. Zoals hier ook heb je de weg naar zo'n binnenplaats toe en je komt ook via de flat zo naar binnen. En als je eruit gaat, dan kom je bij de grote weg. En zoals je ziet worden daar dus ook allemaal weer nieuwe flats gebouwd. Verderop nog. Voor verschillende kleurtjes. Onder die flats heb je allemaal winkeltjes. Dus hier is 24 uur winkel. En dat is overal eigenlijk bij al die flats. Deze week is dus in Rusland een lockdown. De regering heeft aangekondigd dat het een soort van een week betaalde vakantie is. Betaald verlof. Maar ja, veel winkels zijn dus nu dicht. En het is vanaf vandaag ingegaan. Dus ik ga nu kijken ja, hoe het er dan hier uitziet als een lockdown eigenlijk. Ik heb dus een auto van de club. Dat wordt allemaal door de club geregeld, gelukkig. En zoals je ziet, loop ik nu in een parkeergarage. Want ik heb onder mijn appartementencomplex een parkeergarage. En dat is super chill. Want als het hier in de winter heel erg sneeuwt en zo, dan ja, wil je niet iedere keer je auto krabben. Leuke Porsche trouwens. Goals. Maar ja, dan wil je niet de hele tijd je auto moeten ontsneeuwen. Dus ja, dat is wel heel chill.
Ik heb dus afgelopen week gordelroosvirus gehad. Echt geen pretje. Super vervelend. Want dat virus krijg je dus wanneer je jong bent geweest. Hoe heet dat toch? Waterpokken heb gehad. En dat blijft dan in een of ander zenuwknobbeltje in je ruggenmerg zitten. En wanneer je dan een verminderde weerstand hebt of stress, dan kan dat weer tot uiting komen. Ja, dus ik heb dat virus gehad. En ik had onwijze zenuwpijnen en helemaal vervelend. Ik dacht eerst dat ik een blinde darmontsteking had, want ik had zo'n pijn in mijn buik. En ik dacht echt van, ik moet hier geopereerd worden. Die blinde darm die moet eruit. Ik moet zo snel mogelijk weer terug naar Nederland. Dat soort gedachten gingen allemaal alweer in mijn hoofd om. Maar toen hebben we dat laten uitzoeken en toen kreeg ik op een gegeven moment ook allemaal van die plekjes op mijn buik, op mijn gordel. En toen bleek dus dat ik dat virus had. Maar wel echt heel vervelend. Ik raad het niemand aan om dat te hebben. Het gaat gelukkig nu weer heel veel beter. Ik heb allemaal antiviruspillen gekregen. En crèmes voor op mijn buik. En dat gaat allemaal weer wat beter gelukkig. Maar ik merk wel dat ik nog wel echt heel moe ben. En misschien komt het ook gewoon van de reis. Dat uitwedstrijd, dat hakt er gewoon niet heel erg in. Niet echt helemaal topfit. Ja, toch wel echt een lockdown. Want normaal gesproken is deze parkeerplaats helemaal vol. En nu, nu niet. Ja, alles dicht. Nou, afhaal en zo is wel. Afhaal is allemaal wel open. Dus mijn favoriete Starbucks momentje op mijn vrijdag. Die kan ik wel gewoon lekker doen. Lekker chat in laten. Het is nu maandagavond en wij gaan zo meteen de eerste podcastopname doen. Echt wel super leuk, heel veel zin in. Ook een beetje spannend. Ik hoop vooral dat de verbinding allemaal goed is en dat alles goed gaat. Ja, dan gaan we voor het eerst opnemen. Ik ben zo benieuwd. We hebben een keer een pilot gemaakt in Nederland. Dat we allemaal bij elkaar zaten. Maar het is nu natuurlijk best wel uniek dat we allemaal in andere landen zitten. Dus ben benieuwd. Ja. Hilarisch. Robin was trouwens nog eventjes een soepie heel snel aan het wegwerken. Dus die komt er zo aan. Nou, de eerste podcastopnames zitten weer op. En daarbij komt ook deze mini-vlog tot zijn eind. Laat me weten wat je ervan vond in de comments. Like, duimpje op. En subscribe. En tot de volgende keer.